kom uw belofte na. Ik heb het hier namelijk zwart op wit, een brief van mevrouw von der Leyen. Met uw getreuzel stelt u namelijk niet alleen mij teleur en vele collega's hier in dit huis. U laat er miljoenen onderdrukte gelovigen mee in de kou staan. Geloofsvervolging is springlevend en neemt zelfs toe. Ik vraag u, is de EU een gemeenschap van waarden of is de EU slechts een gemeenschap van woorden? Mijn oproep is dan ook, benoem die gezant die regeringen wereldwijd aanspreekt op vrijheid van geloof. Zorg voor voldoende menskracht en budget. Doe wat u belooft.